Ik was al heel veel jaar op zoek naar een manier om hetgeen wat ik wilde doen in het leven te combineren met geld verdienen. Ik kwam er gewoon niet uit, want ik wilde nooit uh, uh, ja, ik wilde het mezelf nooit makkelijk maken, maar ik wilde het mijn publiek ook niet makkelijk maken. En op een bepaald moment dacht ik van wat nou als ik ja, de kunstperformances die ik doe ga verkopen als cabaret? Zou dat niet juist iets opleveren, want Vaak als ik zelf naar een kunstperformance ging kijken... in een rare galerie of in een kelder, dan moest ik er heel erg om lachen. Omdat er mensen waren die hele rare dingen op een hele serieuze manier brachten. Dan dacht ik, volgens mij werkt dat als de neten. En ja, ja. zo Er zit gewoon een heel uh, uh, nou ja, handig uh, commercieel plan achter dus. Absoluut. Ja, ik ja. heb mezelf Ik dacht dat ik gewoon niet uit je nest kon komen, dat dat het idee was. De, maar dat is uiteindelijk ook hetzelfde. Ja. Dat ja. is het, hoe ga je in je leven er iets van maken? Dat is vaak toch te kijken naar nou, hoe kan ik nou vanuit mezelf. Ja. met de beperkte middelen die ik bezit aan talent, toch nog iets nuttigs doen. Nou ja, maar en toen ontstond dus Stefano Keizers. Waar zitten we eigenlijk nu naar te kijken? Is dit Stefano <laughs> Keizers of gewoon Ja, ja. Kijk, het is dat... een beetje een toestand. Dat je niet meer weet. loopt het allemaal niet door elkaar inmiddels. Je bent eigenlijk aan het kijken naar zo'n insect dat door een parasiet is overgenomen. En ik ja. weet dus niet meer of ik een zelfstandig denkpatroon nog beheers. Wat denk je? Dat mijn leven heel erg raar is verlopen. En dat ik met het mezelf geven van een andere naam opeens in een onwerkelijkheid terecht ben gekomen. Ik nee. was altijd een televisiekijker, iemand die naar jullie keek en daar dan zelf iets van probeerde te maken of een tegengeleid probeerde te geven. En langzamerhand ben ik zelf die televisie ingetrokken.